Nou, Mathieu, missie geslaagd, nummer 4 is binnen. Hoe plaats jij deze met de andere 4? 3, moet ik zeggen. Een beetje hetzelfde als de andere, denk ik. Ze zijn allemaal fel bevochten en uiteraard is de eerste het speciaalste. Bogense was heel speciaal omdat het daarvoor was misgelopen, maar deze is wel heel leuk. Je moest wel even geschrokken zijn, neem ik aan, met de val. Wat gebeurde daar precies? Ja, ik pakte het foute spoor en ik sloeg over kop. Maar ik heb eigenlijk niet echt gepanikeerd, maar ik voelde dat ik wel goede benen had om terug te komen. En vooral de tweede wedstrijdhelft ben ik wel heel tevreden over. Ja, heel wat journalisten en fans die zeiden al, het is gedaan. Is dat de ervaring wat dan weet van dit gaat nog lukken? Ja, ervaring. Het is wat ik vooraf zei, het is een parcours waar je gewoon heel veel goed kan maken, nog als er iets fout gaat. En al voordat Wout lekker kwam ik wel een beetje dichter. Uiteraard heeft die lekke band wel geholpen. Maar ik denk dat ik wel had terug kunnen komen. Maar krijgen we wel een iets spannendere wedstrijd. Ja, ja, dat is een beetje gek WK natuurlijk. Ook zonder publiek, zonder de ambiance van andere jaren. Hoe voelt dat voor jou? Ja, dat was wel heel speciaal. Het was en het is niet echt het WK-gevoel om het zo te zeggen. Maar ik ben toch heel blij met die titel. Hoe zwaar was dit WK? Het was wel enorm lastig, vooral de eerste ronde toen het water hoog stond. Daarom kwam ik ook heel moeilijk in mijn ritme, omdat ik daar mijn lijn niet echt kreeg gevonden. Maar nadien ging het wel vlot.